Deze beschouwing, die gaat over nou, een kind van een narcistische moeder en hoe je daarmee om moet gaan als vader. Is gewoon nuttige tips. Ik zit in dat schuitje. Oh, maar Piggy, hoe weet je nou dat die vrouw een narcist is? Want dat kan iedereen toch zeggen? Ja, ik, ik heb dat in de eerdere uh, beschouwingen daarover al toegelicht. En gezegd, ja, het gaat erom dat je te maken hebt met iemand die het eigen belang heel belangrijk vindt. Ook als het belang van het kind telt. Eigenlijk is dat de, de, is dat de essentie van geestesziekte. Geesteszieke mensen houden geen rekening met een ander. Dus je kan ook zeggen: kind van een moeder die geen rekening houdt met het kind. Of een kind waarmee door de moeder geen rekening wordt gehouden. Maar dat is zo'n lange titel. En je kan ook discussiëren of het nou gaat om een, een narcistische moeder. Want narcisme komt, dacht ik, in de DSM 5 niet meer voor. Of dat het gaat om een borderline moeder. Of omdat het gaat om een autistische moeder. Of ja. En dat maakt natuurlijk niet zo gek veel uit. Waar het om gaat, is dat je te maken hebt met een kind dat tijdens de jeugd niet de, de zorg heeft gekregen die het ja, verdiende, zou ik willen zeggen. Maar een beter woord is denk ik die het behoefte. Je hebt dingen nodig. Je hebt ook vitamines nodig en dat soort dingen. En je hebt ook zorg nodig. Er zijn dingen gebeurd in de jeugd. Huilpartijen. En die moeder helemaal boos en de tollende ogen en in alle staten. En, en die moeder die vond zich dan een slachtoffer. Maar het was die moeder die aan het schreeuwen was. En die het kind aan het huilen maakte. En dan ging het kind huilen en dan kreeg die moeder er dan helemaal van op de heepen heupen. En dan vond die moeder zichzelf heel erg ziel, zielig, want dat kind huilde zo. Dan heb je al zoveel gehad en dan gaat dat kind ook nog een keer huilen. Nee, nou moet het afgelopen zijn. En dan gaat dat kind nog harder huilen, natuurlijk. En ik heb er al van alles aan proberen te doen puiten erbij gehaald. Maar hij, ja, ja... Toen wist ik niet waar het om... Hè, dat het ging om... een... Ja, best wel bekende... Een, een best wel bekend gedragspatroon. Je, ja, en, en ik wist dus niet dat het ging om een... Een, een psychiatrisch geval. En ik was me ook niet bewust van het feit, en daar kwam ik dan achter bij de, al die therapeuten, dat in de Nederlandse samenleving het gedrag van de moeder uh, niet met een kritische blik uh, beoordeeld wordt. Het is alleen de vader die iets fout kan doen. De moeder, dat kan, die, die kan niks fout doen. Klinkt een beetje gek hè, als ik dit zeg, denk ik. Maar zo is het. Bij de rechter, bij de advocaat, bij de therapeut, bij alles. Bij de relatietherapie... We hebben toch uiterlijke jaren hebben dat gevolgd. En zij heeft mij tot drie keer toe bij die therapie willen aanvliegen. Lichamelijk, hè. En dan moest die therapeut die moest, uh, ja, tussen beiden komen. En die zei dan tegen mij van uh, begin over wat anders... Want hier kan zij niet tegen. En waar kon zij niet tegen? Nou, waar zij niet tegen kon is... als ik het tijdens de therapie ging hebben... over dingen die zij had gedaan... tegen het kind. En dan werd zij ongelooflijk vuil. En die therapeut die... loste dat dan op door dat gespreksonderwerp tot taboe te verklaren. Dus dan moeten we het maar hebben over andere dingen die zij wel leuk vindt om over te praten. Ja, we praten hier over de 21ste eeuw. Periode 2006-2008, zo'n beetje. Tien jaar geleden. Ruim tien jaar geleden. Ja, dat was een hel. Een regelrechte hel. Ik weet nog wel dat ik in die dagen. Want dan gingen we weg bij de, bij de relatietherapeut... en had de relatietherapeut er gezegd van... nou, dan moeten jullie erom gaan denken... dat jullie dan uh, altijd meer fouten... terwijl ik deed helemaal niks fout. Nee, wij moesten dan eraan gaan werken... dat en dan puntje, puntje, puntje. Hè? Huiswerk heette dat. Dat deed zij helemaal niet aan. Ik heb toen wel gedacht van... er zou eigenlijk... Bij ons in de woning, daar zouden camera's opgehangen moeten worden. Eigenlijk zou er elke week iemand langs moeten komen die met die moeder om de tafel ging zitten en dan tegen die moeder zeggen: van nou, we hebben vorige week afgesproken dat je dat en dat zou gaan doen. Bijvoorbeeld. Uh, de ramen lappen. Of uh, stofzuigen. Uh, de, de dingen van de vakantie opruimen. Uh. Ze had bijvoorbeeld een kist met allemaal stukjes stof. En die stond in de weg. Maar. Die kist kon niet weggegooid worden, want die stukjes stof. daar zaten nog stukjes bij, dus lapjes. Hè? En die waren nog goed. En ze moesten dus even door die kist heen. Nou, wat kost dat aan tijd? Dus een half uur, maximaal. Dan moet je er even doorheen. En even een keuze maken. En alles wat te oud is, of waar mot in zit, of dan die dingen. Ja, dat kan weg. En de rest leg je dan apart. En dan die hele grote kist, uh, ja, die kan uit elkaar geslagen worden. Dat doe ik dan wel. Dat was toch een oude stomme kist. Maar dan is die kist opgeruimd, snap je? Nou, toen, toen we net die woning betrokken. Toen is die kist op een plek gezet waar die het minst in de weg stond. Maar nog steeds in de weg, want zo'n grote woning hadden we niet. En ik heb haar daar heel vaak op aangesproken van, goh, wanneer ga je nou een keer die lapjes opruimen zodat die kist weggaan. En zei iedere keer van, nou zeg. En toen ik na tien jaar daar de deur uit ging, toen stond die kist nog vrolijk op diezelfde plek waar die tien jaar daarvoor was neergezet. Eigenlijk zou je dan wekelijks iemand van ja, het Zilveren Kruis of het Wit-Groene Kruis of het Geel-Oranje Kruis of zo. Of van het Leger des Heils of weet ik wel wat van organisatie. Maar in ieder geval iemand van buiten. Het liefste een vrouw die dan met zo'n moeder om de tafel gaat zitten en die de aantekeningen erbij pakt en zegt nou we hebben vorige week afgesproken dat je dat en dat zou gaan doen en is dat nou gebeurd. En dat ik er dan ook bij mag zitten. En dat aan mij ook wordt gevraagd of het waar is wat die moeder zegt. Want liegen, dat doet zo iemand ook. Met het grootste gemak. Zij zal ook, hè, die moeder dus. Hè, die narcistische moeder, om even voor het gemak noem ik dat narcistische. Borderline mag je ook zeggen. Psychopathisch mag je ook zeggen. Maar als je haar zou vragen. Naar het begrip liegen, dan zou zij zeggen: Nou, dat staat gelijk aan spreken. Iedereen die spreekt, die liegt. Want iedereen zegt wat hem of haar het beste uitkomt. Dus, wat is liegen? Liegen is hetzelfde als spreken. Iedereen zegt maar wat wat hem of haar het beste uitkomt, en ik doe dat ook. En of dat overeenstemt met wat er feitelijk gebeurd is, dat doet er helemaal niet toe. Je moet gewoon dat zeggen wat jou het beste uitkomt. En dat doet iedereen en dat doe ik ook. Misschien dat we nog een samenleving gaan krijgen waarin vaders die in zo'n situatie belanden als waar ik in ben beland. ...dat die die begeleiding krijgen. Ik hoop het. Het was voor mij heel moeilijk om dat in mijn eentje te moeten doen. Ik kreeg de eerste... ...ja, hoe moet je zeggen? Steun, geestelijk alleen maar. Hè? Begrip... Toen was ik al meer dan twee jaar weg bij die woning. Uit het ouderlijk huis. En mijn dochter was toen in die dagen depressief. En ik merkte dat op, maar ik wist dat niet zeker. Want ja, ik ben geen psychotherapeut. En ik ben dus naar een orthopedagoog gegaan. En die bevestigde mij. En zei: Ja, je hebt gelijk. Jouw dochter is depressief. En hij gaf mij een aantal dingen die ik dan met haar moest gaan doen. Ik mocht mij niet meer laten vernederen in het bijzijn van mijn kind door die moeder. Ik mocht mij niet meer laten vernederen door die moeder, maar zeer zeker niet in het bijzijn van het kind. En ik mocht mijn verdriet en frustratie en dat soort dingen niet tonen aan het kind dus ik moest mezelf groot houden, het hem ook goed te kennen gegeven, niet je zwakte laten zien aan het kind, maar doe maar alsof je Mr. Superman bent. En uh, lange wandelingen maken. En dat laatste heb ik gedaan. We hebben drie. Nee, vier. Vier lange wandelingen gemaakt. Erg leuk. Wandelingen van 15 à 20 kilometer. Nou is toch een heel eind. Hè? Twee wandelingen. Ja, dat is... Ja, de, de één wandeling. Dat was heen en weer wandelen. Zijn we door het bos gegaan. Dat heb ik lekker. Net als ja, de moeder dat ook zou doen. Een thermoskan met chocolademelk. En ja, dingetjes te eten en zo. Een stukje worst. Dat had ik allemaal van tevoren gehaald. Kost allemaal niks, hè. Je moet erom denken. Maar het kost natuurlijk niks. Een ja, hele eind wandelen. En dan dat ik zei: van, kom. We gaan even pauze houden en dan uh, zij lekker knabbelen. Een warme chocolademelk drinken. Het was koud weer. En twee andere wandelingen die waren zo ver dat we met de bus terug moesten. Ah, dat was ook heel leuk. He, dan hoef je dus niet terug te lopen. Dan gaan we alleen maar lopen, 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 lopen. En daar waren we. We zijn helemaal naar Driel gewandeld. Nou, niet zo heel ver, maar dat is zo'n klein dorpje hier in de buurt van Arnhem. En dan lekker rustig lopen. He. Niet haasten. En oh, no, ook lekker. Uh, ja, niet in een rechte lijn lopen. En ben je aan me af. Ja. Maar maar kijken hoe je loopt. En in Driel en wat gegeten. En de bus teruggepakt. Ah, is leuk. Nou, dat was de, de eerste mens die begrip had voor mijn situatie en ook inzag dat het kind uh, gevaar liep. Al die andere professionals, mensen die hun geld verdienen aan het leed van andere mensen... Hulpverleners die krijgen betaald voor de hulp die ze verlenen en daarmee dat hulpverleners, maar ze hebben helemaal geen hulp verleend. Ik weet nog wel dat ik dat was, dat, zij wilde helemaal niet opruimen en zo, hè? Opruimen, schoonmaken, helemaal niet. En ik werd er knettergek van. En toen dacht ik van, nou, dan nemen we een hulp in de huishouding. En dan ga ik dat wel doen, samen met die hulp in de huishouding. Toen heeft ze elke keer als die hulp geweest was... Dat was eens in de twee weken. Daar had ik een scheldende vrouw, hè, in de woning... Een kwaad als ze was, jongen. Dan stond er een kopje niet goed. Of er waren de, de handdoeken op het verkeerde stapeltje gelegd. Of uh, zeg het maar, ze ging dan. Want ik moest dan s'middags werken. Had ik s'morgens met de werkster het hele huis aan kant gemaakt. Ging ik s'middags naar mijn werk. En dan had zij de hele middag de tijd om het huis door te gaan. En dan te gaan zoeken naar iets wat er niet deugde. En ze vond altijd wat. Vond zij dan hè, dat ze dan een heel groot ding had. Nou, toen heb ik, omdat ik van die ruzies af wilde, de werkster maar opgezegd. En toen werd het huis dus viezer en viezer. Nou, ja, en ik dus bij de relatietherapeut geklaagd. Ja, ze wil niet schoonmaken. Nou, toen zei de therapeut, nou, dan spreken we af dat jullie voortaan gaan schoonmaken. En dat is dan twee uur per keer. Maar dan moet jij, Perry, als man... Moet jij drie uur schoonmaken. Dus jij moet 50% meer tijd schoonmaken dan zij. En die vrouw helemaal blij. Huh, de relatietherapeut, die staat tenminste aan mijn kant. Als je ooit in zo'n situatie komt dat je relatietherapie voor je huwelijk wil en je hebt zo'n vrouw die dat soort dingen flikt. Ik zou het niet aan die man gaan. Dan moet je even mij een, uh, een berichtje sturen. Dan geef ik jou die naam wel door. Maar die man moet je niet helpen. Dat is geen hulpverlener. Ja, uh, van de regen in de drup. Van de wal in de sloot. Maar daar word je niet blij van. Dat kan ik je wel vertellen. Nou, en met mijn dochter, die, ja, die zat ontzettend geklonken aan haar moeder. En die moeder die vroeg ook heel veel aandacht. En dat gaf die dochter met gulle handen. Dat vond ik heel moeilijk. En nu de laatste tijd. Dat, uh, om te vertellen, het contact tussen mij en mijn dochter is sinds maart dit jaar sterk verbeterd. En wat voor die tijd niet hielp, was dat ik heel veel alcohol ging drinken. En wiet roken en tabak roken. Nou, dat is niet bevorderlijk voor de relatie met je kind. Dat, dat vertel ik je niks nieuws. Maar daar ben ik mee gestopt. En mijn dochter was blij, aangenaam, verrast. Van, oh. Het is natuurlijk ook wel wat dat je er in één keer mee kapt. Daar heeft ze wel respect voor. En sinds die tijd komt zij... We hebben nou zo'n afspraak dat ze dan eens in de twee weken... Dan komen ze bij mij en dan eten we wat. Niks bijzonders. En dan eten we samen wat, kletsen we wat... En dan gaat ze dat dingetje doen. Dus dan komt ze uit haar stage. Nou, ze moet toch eten, dus. Het ja. gaat erg goed. In die zin... de, de sfeer is ontspannen. En... Ja, dus zij moet dan regelmatig lachen en ik moet lachen. En ik sta achter de keuzes die ze maakt. En, en dat zeg ik dan ook. Van, nou, ik vind dat je dat goed gedaan hebt. Dat ik je dat goed gekozen heb. En, en vroeg ze dan laatst van... Ben je eigenlijk tevreden over mij als kind? Ik zei, meh. Zeg ik, uh, 80 percentiel... Dus 80% van de kinderen vind ik aanmerkelijk vervelender dan dat jij bent. En, en dan zit ik dus bovenin. Oh, zei ze. Dus heb ik uh, vier van de vijf sterretjes? Ik zeg ja. En dat is dan gecorrigeerd, zei ik, voor het feit dat ik ook je vader ben. Want ja, als vader zijnde, geef je je eigen kind natuurlijk altijd vijf van de vijf sterren. Maar als ik dat er even aftrek en ik kijk heel, nou voor zover het kan hè, neutraal naar jou, van hoe ben jij als kind voor een ouder? Ben je een moeilijk kind, ben je een makkelijk kind? Nou dan val jij in de categorie makkelijke kinderen. Fijne, lekkere kinderen. Vergelijkbaar met, en dat noemde ik dus, een paar, maar één voorbeeld van een vriendinnetje van haar. Ik ja, zei, dat is er ook een, dat is er ook zo'n hele fijne, makkelijke in de omgang. En niet alle kinderen zijn zo. Ik heb de verschillen wel meegemaakt als, uh, ja, als, als kinderverzorger. Zo, hè? Als je dan van die meisjes, waren vaak meisjes, en dan komen ze spelen en dan... Nou, het ene kind dat is makkelijker dan het andere. Nou, zij was reuze blij. Oh, zei ze is vier van de vijf sterretjes. Nou, dat is ook dat is een goede tip weer voor jou als vader. Hè, dat je je moet het halen uit die positieve dingen. En dan die negatieve dingen, daar daarvan vind ik dan. Dat je die wel moet benoemen. Maar je moet er geen hot issue van maken. Ja, de laatste tijd is er een nieuw fenomeen bijgekomen: dat ik een kleine operatie heb gehad aan mijn linkerhand. En dat heeft nogal wat gevolgen. Dus ja, ik heb ook een hele tijd met een Mitella gelopen. En ik heb een enorme litteken. Ja, enorme weet je, ja, anyway, daar word je niet echt blij van. Ze dus kan bijna niks in huis. Afwassen bijvoorbeeld, dat is, dat is niet te doen man. Ja, en dan was ik hier van de week om mijn dekbed even te verschonen. Want dat is dan zoiets dat, dat kan ik bijna niet doen. Ja, nou, en dan komt ze langs met een vrolijk gezicht. En dan kletsen we weer wat. En het uh, was allemaal gezellig. En toen was ze bezig met het verschonen van het dekbed. En toen zei ik. En dat was helemaal naar waarheid. Uh, dat ik zei: van ja, dan moet ik in denken. aan het dekbed verschonen. Uh, in de tijd dat ik nog uh, thuis woonde. Oké. Okay. En dat ging als volgt. Ik verschoonde altijd het beddengoed. Dat hadden we nooit afgesproken. Dat deed ik. Ik vond het op een bepaald moment tijd voor een schoon beddengoed. En dan verschoonde ik het beddengoed. En ik was de enige die dat deed. En dat maakte mij verder niet uit. Hmm. Komt die vrouw op een dag naar me toe en die zegt: uh, Ja, jij verschoont altijd maar het beddengoed. Zullen we dat voortaan samen doen? Want toen dacht ik: Ja, dat is goed. Oké, okay, zei ze. Nou, uh, dan doen we het samen op de volgende manier. Uh, ik haal, haal het vuile beddengoed af en jij doet het schode beddengoed eromheen. Nou, ja, dan snap jij gelijk dat dat niet echt samen doen is natuurlijk, omdat het oude beddengoed eraf halen, dat is een klusje van bijna niks. En het schone beddengoed eromheen doen, dat is het meeste werk. Ja. Ten meer, daar zij de was deed... En zie jij dan maar eens het schone beddengoed te vinden, want in haar was zat geen enkele structuur. Dus je wist nooit waar dingen lagen. Je moest echt gaan zoeken tussen bulten en wasgoed. Dus ook dat nog. Nou, en toen op een avond. Dan moest zij de deur uit. Ze ging heel vaak de deur uit. Hè? Drie, vier avonden in de week moest zij op pad. Dat hoort bij dat die, die, ziektebeeld. Die, die mensen die hebben geen innerlijke rust. Dus die zoeken dan omgevingen op met heel veel indrukken. En ja, lawaai. En, ja. Ja, en zij eh, om half negen. Gaat ze de deur uit. Maar nou, ik bleef thuis. Ja, dan moet natuurlijk iemand thuis blijven voor het kind. Het kind lag op bed. En ik kom een uurtje of elf. Uh, ik ben moe. En ik denk: van kom, ik ga naar bed toe. En ik ga naar de slaapkamer. En dan blijkt dat zij het bedden goed heeft afgehaald. En toen kon ik dus om 11 uur uh, s'avonds op zoek gaan naar het schone beddengoed. Want dat had ze dus niet klaargelegd. Tuurlijk niet. Want dat was mijn taakje namelijk, denk ik. Nou, en ik ben dan aan het hannessen om dat schone beddengoed te vinden. En dan wordt vervolgens mijn dochter die wordt wakker van het gehannes en gestommel. En die gaat roepen van papa, wat ben je aan het doen? En ik weer, ja, ja kind, niks aan de hand. Ga maar weer lekker slapen. Snap je? Heb ik die moeder daarop aangesproken. Van, goh, als jij het bedden goed afhaalt... zou je dat aan mij door willen geven. En die vrouw, die kijkt mij aan met van die hele dode ogen. En die zegt, nee. Waarom zou ik dat doen? Ik zeg, nou, als je dat niet doet... dan kom ik voor een verrassing te staan op het moment dat ik naar bed wil. Nou, zei ze... Dan ga je toch elke keer als ik de deur uit ga. loop jij even naar beneden. En dan ga je controleren of ik soms het beddengoed heb afgehaald. Dan heb jij jouw probleem toch ook opgelost? Anders moet ik erom denken om jou uh, in te zijn. Nou, daar heb ik geen zin in hoor. Ja, dat, is, dat is die psychopathie van dat narcisme. Hè? Geen rekening houden met een ander. Gewoon precies doen waar je zelf zin in hebt. En de rest kan je helemaal verrekken. En ik kon het aan mijn dochter zo vertellen en uh, mijn dochter die, die kan het dan aanhoren zonder dat ze in de verdediging schiet en dat ze de moeder gaat verdedigen. Doordat ik kennelijk de goede toon ook vind en het ook, ook tegen haar zeg van ik ben er niet boos over, het gaat niet om frustratie, het gaat puur voor jou om je te informeren hoe dingen liepen. En dat ik zei, ook erbij, van, zo moet jij het niet gaan doen met jouw partner. Ze heeft nou een vriendje, een nieuw vriendje. En dat ik ook aan haar vraag, van, ja, die, je communiceert toch wel met hem? Je geeft toch wel aan hem door dat jij iets gaat doen? In plaats dat je gewoon iets gaat doen en dat hij er maar achter moet komen dat jij iets gedaan hebt. Ja, ze zei, nee, dat... Uh, Nee, dat zeg ik al maar tegen hem. Ja, zeg ik tegen haar, maar het is ook heel belangrijk dat je dat doet. Nee, je bent samen, sta je in het leven. Je bent een team. En je moet elkaar op de hoogte houden van dingen die gebeuren. Want je bent een team. Dus je, je moet. Het, het, je, je benadeelt jezelf als je je mede lid niet. Voldoende informeerd. Want dan kan dat mede-teamlid niet voor de volle 100% correct functioneren. En dan heb jij weer last van een, dat je lid bent van een team waarbij niet alle leden even goed functioneren. Namelijk het lid wat jij niet geïnformeerd hebt. En daar trek jij uiteindelijk ook weer de nadelige gevolgen van naar je toe. Dus dat moet je niet doen. Je moet je partner op de hoogte houden. van alles wat je afspreekt. en wat je van plan bent en wat je geregeld hebt. Nou, dat begrijpt ze wel. Tenminste, dat zegt ze. En vandaag, het was het was grappig. Ze, was, ze is er net even lang geweest. Heel kort hoor. Om het, uh, het verband te vervangen aan mijn hand. Ja, dat is ook zoiets. Dat ik, met één hand is dat best moeilijk. Oh ja, en het papier in mijn printer was vastgelopen. Ja, zie dat maar eens met één hand. Dat papier er weer uit te krijgen. Dat, dat word je niet echt blij van. Nou, ja, heeft zij dan even gedaan. Of even, dat was wel een klusje. Het is een half uurtje drie kwartier of zo is hier geweest. Anyway, ik had een brief gekregen van het pensioenfonds waar die moeder bij zit, die heeft een vaste baan en ze is pensioen en alles. Hè. En zij is vergeten om door te geven dat bij de scheiding is afgesproken dat wij allebei afzien van pensioenaanspraak wederzijds. Dus ik maak geen aanspraak op haar pensioen en zij niet naar dat van mij. Hij ja, heeft zij niet doorgegeven. Dus ik kreeg een brief van haar pensioenverzekeraar, <laughs> hele officiële brief, met de mededeling dat ik uh, als die moeder komt te overlijden. Dan krijg ik 15,84 euro bruto per jaar. Maar als ik dan nog in leven ben, natuurlijk. Hè? <laughs> mijn kind zo helemaal. Huh? Ja, staat hij toch echt. Ik laat haar die brief zien. Dat is ook belachelijk. Die brief die ik kreeg, dat was echt zo'n keurige. Ja, zo'n vier ding en dan wel vier kantjes en dan zo'n grote envelop en er moet ook nog een postzegel van een euro op en en dan hebben we het over 15,84 euro bruto per jaar ja, dat is dan typisch een voorbeeld van het sop wat de kool niet waard is of was het nou de kool die de sop niet waard is Nou, snapte mijn dochter ook. Ik zei, maar toch aan de andere kant, 15,84 euro. Ik zei, maar die krijg ik alleen als, uh, als zij uh, komt te overlijden. En ik nog in leven ben. En ik zei tegen haar, ja, kan je dan niet gaan beginnen met uh, zo'n uh, beetje zo terloops te laten vallen. Van, uh, dat ze gaat bungee jumpen. En mijn dochter snapte de grap wel. En die zei ze van ja, nou buntje jumpen. Dat is helemaal niet zo gevaarlijk als dat men denkt. Ik zei: Oh, parachute springen dan. <laughs> Dochter lachen. Nou zei ze: dat is ook niet zo gevaarlijk. Daarover overlijd je ook niet aan. Ik zeg ja. En anders een, uh, een wandelvakantie in je eentje naar Pakistan. Er <laughs> schijnen ook heel weinig vrouwen levend van terug te komen. Toen moest mijn dochter lachen. Ja, zei ze zoiets misschien. Ja, zei Wat hoor je die 15,84 bruto binnen? Ja, dan moest mijn dochter wel om lachen. ik, ik hoop dat deze anekdotes je een beetje helpen. Kijk, de boel serieus aanpakken zoals je het zou willen. Dan had dat toen moeten gebeuren. Toen het kind nog klein was. En toen had er iemand van het Witte Kruis. Of het Geel-Bruine Kruis. Of het Huppeltje Puppen, Mantelzorg Nederland BV of zo. En toen hadden we begeleiding moeten krijgen. En die moeder heeft een jeugdtrauma. En er had aandacht en tijd moeten zijn. voor de behandeling van dat jeugdtrauma van die moeder. En ik had begeleiding moeten krijgen met hoe ik om moet gaan met die moeder op het moment. op momenten dat dat jeugdtrauma opspeelt. Ja, dat, dat zou een adequate begeleiding zijn geweest. En dat is wat je als vader nodig hebt. Maar dat is er nu niet. Dat kan je wel willen, maar dat is er niet. En dat gaat misschien wel komen, maar nu is het er niet. En hoe moet je het dan doen? Ja, dat wordt dus... Uh, ja. ja, dan moet je het een beetje creatief doen, hè? En ik hou het dan het contact tussen mij en mijn dochter lekker luchtig, lekker... Ja, gewoon een grapje maken. En ik zit zeer zeker niet te zeuren over die moeder. En dat morbide grapje met die pensioentoestanden. Ja, dat, bedoel, dat is zo over de heel, zo over de limit. Dat mijn dochter dan ook moet lachen. En ook wel snap dat het... Ja, dat daar geen venijn meer in zit van mijn kant. En dat zit het ook niet. Bottom line, ik vind het hartstikke zielig voor die vrouw. die moeder... Ja... Ja, daar ga je niet jaloers op zijn. Want het is karma wat die vrouw heeft opgebouwd. Zij heeft die dochter aan het, aan het janken gemaakt. Zij heeft al die onrust dat gezin ingebracht. Zij heeft al die toestanden veroorzaakt. En ik was degene die ervoor zorgde dat het huis opgeruimd werd, dat er schoongemaakt werd, dat de, dat de afspraken gemaakt werden, dat uh, dit, nou, noem het maar op. En die moeder heeft er geen vinger voor uitgestoken. Dat wordt bitter voor die vrouw. Het wordt bitter voor die moeder als die er op een dag achter komt dat haar kind weet van de, da de daden van mama of de wandaden. Of de... De dingen die ze niet gedaan heeft en waar het kind wel behoefte aan had. Want toen was je er niet voor mij, mama. En toen was je er niet voor mij, mama. En mama, toen en toen was je er ook niet voor mij. En waarom was je er niet, mama? Ja. En nee, je hebt geen reden om trots te zijn op jouw rol als moeder. Ik ken een vrouw en die. die heeft haar eerstgeboren kind in de steek gelaten. Die heeft zich overgegeven aan een heel wild leven met seks en drugs en suipen. En zeg maar. En dat die jongste kind die, die is mismaakt. Die heeft ook een heel beperkt uh, geestelijk vermogen. Het geestelijk vermogen van een, misschien een tweejarig kind of zo. Inmiddels zal die jongste ook al een jaartje of 35 zijn, denk ik. 30 misschien. Nee, wacht even, ik is niet helemaal waar. En die oudste is, dacht ik, 25, 26. De jongste is dan misschien 18 of 19. Die jongste daar heeft ze helemaal niet naar omgekeken. Toen dat kind dus zo mismaakt bleek te zijn, heeft ze dat achtergelaten in die kliniek en gedacht van nou, daar zorgen ze goed voor hem en uh, ja, mama gaat weer uh, enerverende dingen doen in de moderne wereld. Dat is ook zo'n geval. En die zet nu op Facebook... Zet ze van die posts... En, uh, een, hè, je moeder dit en je moeder dat... En de moeder is de belangrijkste persoon in je leven. En dan denk je... Ja, het is allemaal wel leuk dat je dat op Facebook zet. Het zijn wel edele gedachten. Maar wanneer ben jij voor het laatst langs geweest bij je kind die in die kliniek zit. Of in een of, uh, ja. ja Waar ik nu uh, schoonmaker ben... ja, momenteel dus niet, vanwege mijn hand. Maar... Ja, in zo'n soort instantie, instituut... daar zit die jongen. Ik heb een keer een foto gezien van... Uh, haar jongste kind ja die, die is helemaal scheef ja. ja die kan ook niet of nauwelijks praten die kan misschien wat signalen geven en dat zit denk ik uh, misschien wel anders zonder voeding He, dat hij niet eens eten krijgt maar dat het via een slangetje in zijn maag wordt uh, gelaten Maar ja, zij kan toch ook die zondevoeding geven. Maar dan moet je wel uh, ja, regelmatig komen, natuurlijk. Dat doet ze helemaal niet. En haar oudste kind, uh, ja, daar heeft ze ook helemaal geen contact meer mee. Dat wordt voor haar ook bitter. Ja. Uh. En ze zit nu, zelf zit ze ook in een verzorgingsinstantie hoor. En zij woont onder begeleiding. En de plek waar ze woont, ik ben er een keertje binnen geweest. Nou man, dat is één grote bende. Zij heeft dan één kamer met een keukentje erin. Best wel een leuke kamer. Maar ja, als je hem helemaal vol zet met troep... Je kan daar je kont niet keren, joh. Dat is natuurlijk zielig voor zo'n vrouw. Dat is het bottom line, snap je? En voor die kinderen, nou in dit geval dan uh, mijn eigen kind, want haar. Uh, ja, haar kind, die oudste, ja, die ken ik niet. En mijn eigen kind, boah, die doet het niet slecht. Ik had dat de laatste keer uh, niet vanavond dus, maar de keer daarvoor. ze dan bij mij is, hebben we zo'n. Uh, uh, zo'n vast uh, agendapuntje en dat is dat ik op internet, dat ik liedjes uit de oude doos uh, opsnor. Want de jaren zeventig en de jaren tachtig, uh, daar, daar zitten toch wel hele leuke uh, muziekjes bij. Uh. Jaren negentig ook natuurlijk. En daar had ik iets gevonden. Dat is een Amerikaanse artiest. Bos Skaggs. Ja, ah, dat was helemaal in de roos. En ik had haar één liedje laten horen. En dat vond ze al van. Oh, oh, oh. Nou, toen de, de naam van die LP doorgegeven. En zij vertelde me vandaag dat ze die LP dan via Spotify of zo. Hè, dat ze die dan al een paar keer geluisterd had. En toen zei ze. En dat nummer. Uh, what can I say? Zei ze dat is ook heel mooi. Ja, dat nummer ken ik ook. Ja, what can I say? Oh, what can I say, baby? What do I do? Oh, zei ze dat is Bob. Dat is een soort muziek, hè? Bob. Ja, het is botmuziek, man. Is lekker. Kijk, dat doet me dan deugd. Hebben ja, die kleine, simpele dingetjes. Als ze de volgende keer komt, dan, uh, dan. heb ik weer wat nummertjes opgezocht voor haar. Kijken wat ze leuk vindt. Ik heb het idee dat ze lekker gaat en dat zij de draai wel weet te vinden. En ze, nou, ze gaat die HBO-opleiding die ze nou volgt, die gaat ze afmaken. Dat, dat kan bijna niet anders. Nou, dan heeft ze de HBO-diploma binnen. Dan heeft ze het er nu over dat ze door wil gaan voor een masters. Nou, dat zou helemaal fabeltastisch zijn. Maar als dat niet is, als ze geen masters zou gaan doen, dan heeft ze altijd nog een hbo. Nou, dan heeft ze dan inkomen. En ze zit in de pedagogische hulpverlening, dus een sector waarin er voorlopig voldoende werk is. Dus, ja, wat wil je dan nog meer als ouder? Maar het past bijna. Dus, uh... Nu loopt ze stage bij het Leger des Heils. En op die plek waar zij dan stage loopt, daar worden mensen opgevangen. En die hebben zo'n zwervend bestaan geleid met drugsmisbruik, alcoholmisbruik en ook ja, crimineel gedrag, een diefstal, ik ken dat wel. En die mensen hebben allemaal een verhaal. Dat wisten mij ook al te vertellen. Die mensen hebben allemaal een verhaal. Ze zeggen: ja, het zijn de gezinnen waar ze uit, waar ze in zijn opgegroeid. Dat is een sociaal zwak milieu. En dan ook nog uh, ja, gebroken gezinnen en een, een moeder met een alcoholprobleem of een drugsprobleem. Uh, ja, al die dingen. ontaarde mensen. En zij voelt zich daar heel erg thuis. Ik, ik merk het aan ze... En ze wordt er gewaardeerd. Dus nou. Het is dus wel een eind voor haar. En ze moet soms heel vroeg op. Als ze ochtenddienst heeft. Maar het is een vroege vogel. Ze kan dat goed. Dus dat zijn goede dingen. En jij als vader, al die dingen die goed gaan, daar ga je bij stilstaan. Dat ga je benoemen. Je gaat zeggen, waarom je, je gaat zeggen wat je goed vindt. En je gaat zeggen waarom je het goed vindt. En al die negatieve dingen die misgegaan zijn... Ja, los van zo'n leuk grapje als... Uh, kan je je moeder niet uh, een tip geven over bungee-jumpen? <laughs> heb ik 15,84 euro per jaar, bruto. Ja, dat kan wel natuurlijk. Ja. En dingen vertellen die er gebeurd zijn, maar niet te veel en niet te zwaar. Hou het kort. Ik ben benieuwd hoe het met haar afloopt. En wat ik nu denk is dat het de goede kant op gaat. Dat, heb ik, dat idee heb ik al een tijdje. Dus... Nou, ik hoop dat dit voor jullie informatief was. En dat je er ook wat mee kan. En als je dus zelf een vader bent met zo'n situatie, dat je er dan wat aan hebt. En als je een vader kent in zo'n situatie dat je dan denkt dat die persoon wellicht wat heeft aan deze woorden van mij. Want kijk wat iemand specifiek moet doen dat kan ik niet zeggen. Die, die man, die orthopedagoog destijds, toen mijn kind 12 was. Hè, en dat was dan die tekenen van depressiviteit. En dat was dan ook zo. En die man die zei toen. Ga maar lange wandelingen maken. Ja, zoiets. Hè? Snap je? Maar dat mag je invullen op je eigen manier. Zo. Het idee achter die lange wandelingen was dat je bij het wandelen allebei dezelfde kant op kijkt, dus niet naar elkaar. En dat je geen noodzaak hebt om het ergens over te gaan hebben want je bent aan het wandelen. En aan de andere kant. Hè, je kan ook allebei naar een film, je kan ook naar een filmpje kijken, maar. Als je naar een film kijkt, dan kan je onderwijl niet kletsen. En als je naar een film kijkt, dan kijk je ook allebei dezelfde kant op, namelijk naar de film. Maar je kan dan niet kletsen. En bij het wandelen kijk je allebei dezelfde kant op. En er is ruimte om even te kletsen. En dan ga jij dan niet een hele lijst met onderwerpen af. Dan laat je dat kind maar komen. Snap je? Zodat jouw kind in haar herinnering iets opbouwt. In die zin dat het contact bij papa. De momenten met papa. Dat waren momenten waarop we moesten lachen, en dat was een boterrammetje. En toen zijn we daarna zijn we cola gaan drinken. En. Uh, en toen is er dan wat gebeurd en toen moest er even gebeld worden en toen kwam die en die langs en ging het toch allemaal goed. Allemaal zo heel rustig, geen paniek. Want bij papa is het leuk, is het veilig, is het warm. En papa vraagt aan mij hoe het met me gaat en. En dat was ook laatst. Ze dat, moesten dat, 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 dat bij me langskomen. Dat moest echt. En dat moest afgewassen worden. En. En er moest even wat voorbereid worden aan het eten koken. Nou, ik kon verder helemaal niks doen. Ik zit met die hand. En dan ging zij de keuken in. En toen ging ik bij de keuken. In de keuken ook. Ik erbij zitten. Ik zei, nou. Jij gaat lekker aan de gang. Ik ga er even bij zitten. En jij gaat maar eens even vertellen. wat je vandaag allemaal hebt gedaan. op je stage. Ik wil alles weten. Hoe laat ben je begonnen. en wat ging je toen doen? <laughs> en dan mag zij gewoon vertellen. Well, wacht gewoon wat ze wil vertellen. Nou, ja, dat vindt iemand natuurlijk hartstikke leuk. Lekker vertellen wat je allemaal wil vertellen. En dan doorvragen natuurlijk. Hè? Niet alleen maar het verhaal van, oh ja, 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 ja. Nee, maar ook een vraag stellen. Hè? Van, oh, maar is dat diezelfde vent uh, die vorige keer uh, van het pakje cheque? Ja, ze, ze dat, is, dat die man dus, van het pakje cheque, ja. Oh ja. Ja, dat zei je toen, dat was een beetje een rare man. Ja, ze, dat is ook een beetje een rare man. Maar deze keer was hij, uh, nou, uit een hele goede dag. Of zo, hè. Dat je ook te kennen geeft dat je echt naar de luistert. Niet alleen maar iemand laten praten, maar ook echt luisteren. En voor jezelf proberen het hele verhaaltje compleet te krijgen. En als je denkt dat je een legstukje, een, push, een stukje van de puzzel mist, van de legpuzzel, dan moet je daar een vraag over stellen. Nou, je, je begeleider was er met vakantie. En dat zijn dan zegt: Ja, nee, uh, hij, ja, uh, hij is met vakantie, maar dit is dan de assistentbegeleider, die bedoel ik. Oh, zeg je dan. Als zo'n meisje zich gehoord voelt, of een jongen, hè, dat het kind zich gehoord voelt. Want dat zijn dan precies die dingen die die moeder nooit heeft gedaan. Heb je? En het is heel erg natuurlijk dat, dat dat allemaal gebeurd is. En het is niet erg om op die manier met je kind om te gaan. Want het is namelijk gezellig en leuk en meer niet. Je zou willen dat het niet zo keihard nodig was. Maar dat het keihard nodig is, is helemaal niet erg. Want het is zo leuk om te doen. Ja, als alles helemaal uh, hunky-dory zou zijn verlopen. dan had mijn dochter nu. in het buitenland gestudeerd, denk ik. En dan zag ik er helemaal niet eens in de twee weken. En nu. Uh, vind ik het echt nodig dat ik haar uh, ja, regelmatig nu dan hè, zie? En er zal denk ik binnenkort wel een moment komen waarop ik denk: van nou, nah, dit is nou wel goed hoor. Want ja, kijk, zij is binnenkort is ze twintig. Yeah. Jee. Toen ik twintig was, toen ging ik naar mijn ouders toe, uh, alles bij elkaar, uh, twee, drie keer per jaar of zo. En af en toe belde ik eens even om te laten horen dat ik nog steeds leefde. Voor de rest deed ik lekker mijn eigen ding. Ja, toch? Nou. En dat komt, ja, die fase, dat komt nog wel tussen haar en mij ook wel, heus wel op een dag. En nu nog niet. We zitten nou nog een beetje in de, ja, in de zorgfase van mij uit dan, hè? Om dat leed bij haar, dat, dat trauma. Om die verwerking te begeleiden. En dat zo voorzichtig en voor zo voorzichtig mogelijk. Ga niet de therapeut uithangen. En dat, dat hoort niet. Dat lukt je ook niet. En je moet het doen met hele kleine dingen. Nou. Als ik weer wat te melden heb, dan uh, maak ik weer een nieuw uh, uurtje erover. Een mooie beschouwing over uh, een kind van een narcistische moeder. En voor nu denk ik, wow. huh? me happy. En we kijken wel uh, hoe het nu verder gaat. <laughs> en op zijn hamburgers zeg ik tegen jullie. En vooral tegen die vaders die dit ook hebben. En die dat net als ik met een goed gevoel gaan aanpakken. En jullie laten kisten. En dan zeg ik tjus en dag lieverds.